Een hele goeie. Wat is dat, mannetjes? Schat? Wat is dat? Oh my god. Een scheur in de zetel. Oh, dat heb je nog niet gezien. Ja. Hoe is dat gebeurd? Ja, ik weet het ook niet. Maar, hoe kan dat nu? De zetel scheurt toch niet zomaar vanzelf. Amai. Amai. Twee scheuren zelfs, hier nog één. Komt dat? Ja, ik weet het ook niet. Het is in ieder geval niet leuk. Nee. Ja, normaal gezien ligt hier altijd eigenlijk een deken over, maar dat was het toch niet hoor. Maar ik had deken om te laten in de was gedaan, want die vuil hadden, dacht ik, kan je nog eens wassen. En toen zien we dit. Ik had dat nog niet gezien, ja. Het ziet er zo raar uit als onder een zetel zit, zo flush. Als scheur in de zetel. Ja. Ah, ja, ja, ja. Als zij een teken droogt, zullen we er wat overleggen. Maar het is wel een beetje een knap, het is aan het drogen. Hey, laat die groeien er dan maar af. Scheur in de zetel. Als er iemand een nieuwe zetel voor ons heeft, kan ons bereiken via Instagram. Want de reacties hieronder staan nog steeds uit. Ja. Wat gaan we drinken? Onze eigen alcoholvrije gin. Ja, ja, kijk, maar je ziet niet goed, nee, hè? Nee, je moet hier kijken. Hoe moet je het kijken? Zo, kijk. Ja, je bent niet met tegenlicht zo dan, hè? Zo, kijk. Ja. Oh. Onze eigen alcoholvrije ginfles. Wat mooi. Ja, want dat heb ik net in een glaasje, dan staat al buiten klaar. Ik moest voor jou een blaadje gaan halen. Eentje? Ja, ik moet er geen hebben, hoor. Oké, lekker. Hier ligt nog steeds een puzzel. Dat is nog een dat gaan we laten liggen. Dat is een herinnering van toen het met lockdown was. Ja, toen waren we vol goede moed begonnen met puzzelen. Maar die tijd is alweer lang voorbij. We hebben daar nu allemaal geen tijd meer voor. Allee, of we maken er toch in ieder geval geen tijd meer voor, want we hebben nu wel tijd. We hebben een vrije dag vandaag. We zijn nu een beetje aan het druppelen. Wat? Voor is eigenlijk wat druppels. Zeg. In ieder geval, we willen wel graag op ons terrasje zitten. Ja, kijk, met een blaadje, met een drankje. En een spelletje. Keer op keer spelen we heel graag. Ja. Ik zit... En een beetje genieten. Ja. Ja. Kan je mee? Het is toch wel een heel drukke werkweek geweest, hè? Toch wel, ja. Amai. Ik zit echt letterlijk 10 minuten buiten. Ja. En kijk. Dat regenen. Het begint al te regenen, dat is zo erg, hè. Dan zit op onze vrije dagen, op onze werkdagen, zo een prachtig mooi zonnig weer geweest. Elke keer s'avonds kregen we daar regen. En nu ook op onze vrije dagen opnieuw regen. Ja, zo is dat. Maar het regent gelukkig nog altijd niet super hard. Weet je wat ik ruik? Chinees. Ja. Daar heb ik nu eens zin. Zouden we dat nu een keer niet gaan eten? Ja, maar ik denk dat onze vaste Chinees op maandag gesloten is. Dan gaan we ergens anders. Een andere. Ja. Oké, kan ook. Ja, het ruikt inderdaad hier wel lekker. Kijk, rookkommer van. Zeg, het is de titels niet echt mee, hè? Nee. Regen, scheur in de zetel. De vaste Chinees gesloten vandaag. Hey. Jongen, jongen. Gaat het allemaal gebeuren vandaag? Misschien is het veiliger als zij gewoon thuis binnen blijven. Of niet aan ons? Nee, misschien dat is niet toch, als misschien ons dak, hè? Ja, dan maken we misschien nog extra dingen kapot. Kan ook wel. Ja. Maar het regent gelukkig ook nog niet heel hard. Allee, het regent maar een beetje. Dus we kunnen nog wat buiten blijven. Op het einde van het spel is het altijd een beetje op- en aftellen. Maar ik ben er nog niet, hè. Ik ga het even bekijken. Ik heb het al gehoofdrekend. Amai, ik ken mijn scoren al. Als jij een hogere score hebt dan mij, dan ben je de winnaar. Ik heb 67. Ik heb 44. Jij bent gewonnen. En je weet wat ze zeggen, hè. De winnaar trakteert. Oh, kijk, ik heb hier eigenlijk een bankkaart en dat is wel eigenlijk onze gezamenlijke rekening en ik zal daarmee wel trakteren. Dat we zal smaken. Ja. En na het Chinese restaurant nog eventjes uitbuiken. Ja. Jij hebt trouwens betaald nu in het Chinees restaurant. Is dat dan omdat ik juist gewonnen ben met het spelletje? Ja, nu zou je mij dat doen herinneren. Ja. Maar jij moet dat dan nog... Ik ga je zo een betaalverzoek sturen en dan kan je dat digitaal terugbetalen. Ja, ja. Dat is altijd heel erg lekker in het Chinees restaurant. En nu zijn we een beetje hier aan het wandelen in de Konijnenberg in Voslaar. Dat is echt... ik kan me niet meer herinneren wanneer ik hier voor het laatst ben geweest. Ik denk dat ik in het eerste of wel tweede middelbaar zat. Ik ben er nog nooit eerder geweest. Nee.
En eerste en tweede middelbaar is 13. Wel mooi zo. 13 jaar? Ja. Ja, maar, kijk. Dus toen was 13, 14 jaar. Dat is nu dus 15, 16 jaar geleden dat ik hier ben geweest. Het ziet er ook helemaal anders uit. Ja, de natuur dat verandert hè, op 13 jaar tijd. Toch wel. Ja, zo en ik dat, ook. Waarschijnlijk, ja. Toch wel. Maar het is wel altijd wel heel erg mooi om hier een beetje wel wat rond te wandelen. En wat te bekijken en te ontdekken en zo. Als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.